Een lekkende vuilniszak is allesbehalve prettig en het gaat ook nog eens stinken in je prullenbak. Maar met een paar kranten heb je het zo opgelost. Ik leg altijd één krant in de vuilnisbak zelf. En als je helemaal wil zorgen dat de geur wat minder wordt, dan kun je ook een meszakje met wat geurparels op de bodem van de prullenbak leggen. Dan doe je de vuilniszak eroverheen. En in de vuilniszak leg ik ook nog een paar kranten, zodat als het gaat lekken, het wordt geabsorbeerd door de krant. Zo zorg je ervoor dat je vuilnisbak niet meer vies wordt en dat als je de vuilniszak weg moet brengen, hij ook niet meer lekt. Handig toch? Wil je meer van dit soort tips weten? Zorg dan dat je ons volgt.